Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 65 hier in seizoen 5. Vandaag dus de start van het nieuwe seizoen. Abu Dhabi zit erop. We zijn dus wereldkampioen geworden in vorig seizoen. En constructeurskampioen, dus dat is goed om te zien. Maar heb je die vorige video dus in Abu Dhabi gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts boven het i'tje. Klik erop en zet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video op mijn YouTube kanaal. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Het zou heel erg nice zijn als je dat zou doen. Nice. Maar goed, een nieuw seizoen betekent, ja, misschien nieuwe rijders, nieuwe kansen, nieuwe titels. Misschien kunnen wij onze tweede titel dit seizoen gaan veroveren. Staan er goed voor met de updates en de upgrades. Er komen nog een aantal binnen aan het einde van het seizoen. En beide titels dus gepakt. Werden dus tweede, pakte voor het eerst een podiumplek in My Team Career Mode. En dat betekende dat wij helaas niet Vettel hadden geëvenaard met 13 overwinningen in een seizoen. Bleven steken op 12 omdat Perez dus de laatste overwinning pakte. Goed verhaal. Maar goed, dan spoelen we de tijd even door. En dan hebben wij een aantal dingen die we moeten doen. Zoals een marketing department. En bijvoorbeeld misschien een nieuwe rijder gaan halen. Ik heb al iemand op het oog. Ik weet vast wel wie dat is. En ik denk jullie ook. Namelijk iemand die wij in F1 2021 ook hadden gehaald. Toen was het Marcus Armstrong die wij dumpten. Nu is het Michael Schumacher die wij gaan dumpen. Die hebben wij niet meer nodig. Schumacher was ook niet echt sterk, vond ik. En hopelijk hebben we aan deze rijder misschien wat meer. Stoer. Jammer van Michael, maar goed, het is wat het is. Leuk feitje, niemand anders kan Schumacher of Coulthard of Senna pakken. Alleen wij kunnen die rijders contracteren. Oh no. Anyway, last week. Dat heeft Codemasters expres gedaan. Ik weet ook niet waarom. Ik vind het namelijk zonde. Maar goed, ik zit naar Verstappen te kijken. We moeten even nog dit marketing department even doen. En gaan voor decline. Dus het teamacclaim is 1k minder geworden. Spoelen de tijd even door. Komen weer wekelijkse inkomen erbij. En dan is het nu contract renewal tijd. Oftewel Schumacher, bye bye, zwaai zwaai. Welkom Max Verstappen. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat Red Bull hem laat gaan. Verstappen heeft minder experience dan Schumacher. Maar Schumacher is al op leeftijd en heeft al heel veel seizoenen eigenlijk achter de rug. Niet in My Team Career Mode, maar wel in real life. Dus ja, dan wordt het Max Verstappen weer een compleet Nederlandse line-up. Net als in seizoen 1 en 2 met Richard Verschoor. En het bereik is benaderd. Max wil weg. Maar Red Bull wil zijn sterk speler houden. Dat betekent bieden tegen de Nederlander. Wat biedt Red Bull Racing? Wij bieden 14,42 miljoen. Hebben 18,41 miljoen op de bank. Red Bull wil meer en wij gaan er gewoon een eind aan maken door nogmaals hoger te bieden dan normaal. 15,17 miljoen dollar en Verstappen is aan boord bij ons. Max Verstappen dus weer terug op het oude nest. Goed gedaan. Dan volgt hier even de teamacclaim met mezelf en Max. Het is gewoon goed. Einde van het seizoen, dat betekent de prime sponsor is behaald. De prize money is ook behaald. Waarom? We werden wereldkampioen bij de constructeurs. 51,2 miljoen dollar erbij. 12 race overwinningen dit seizoen. 4 pole positions, 335 punten en we werden kampioen. Max moest het doen met 2 overwinningen, 1 pole en 155 punten en hij werd derde. Dus ja, een teleurstellend seizoen voor Max Verstappen, maar niet voor ons. En dan is het tijd voor de kalender. En ik weet nu al, Saoedi-Arabië, daar gaan wij voor het eerst op rijden. Daar zijn wij nog nooit op geweest.
Ik wou eigenlijk een ander woord zeggen, alleen dat doen we niet. En dat betekent dat we gewoon Saudi-Arabië erin gaan zetten. Portugal gaat er ook in. Na vorig seizoen was dat een hele leuke race. Een hele leuke baan is dat. Had ik eigenlijk veel eerder erin moeten zetten. Maar goed, toen had Codemasters dat nog niet in de game verwerkt. Spanje niet op. Miami er niet op. Monaco er niet op. Dat zijn allemaal banen die ik niet fijn vind om op te rijden. Miami heb ik al ervaring mee, maar het is gewoon een klote baan. Sorry dat ik het zo zeg. Azerbeidzjan erop, Canada erop, Oostenrijk erop, België zeker, Nederland sowieso, Italië, Singapore misschien, Japan er sowieso op, Verenigde Staten weet ik zo niet, Mexico erop en Portugal er ook op. Abu Dhabi doen wij niet, daarvoor gaat Brazilië in de plaats. Even kijken of we het zo hebben. Bahrein, Saudi-Arabië, Australië, China, Imola, Canada, Oostenrijk, België, Nederland, Italië, Japan, Verenigde Staten, Mexico, Portugal en Brazilië. Misschien gaan we Azerbeidzjan nog vervangen. Moeten we even kijken of daar nog een betere optie voor is. Alhoewel, daar zijn we ook al lang niet meer geweest. Hongarije doen we niet. Dat is gewoon een irritante baan. Singapore ook een irritante baan. Ik vind het eigenlijk allemaal wel welletjes. Ik denk dat dit hem is. We beginnen dus zoals vanouds in Bahrein en eindigen dus nu in Brazilië. Ja, Monaco, daar zijn we nog nooit op geweest. Maar goed, ik vind het een hele irritante baan. Als controlerrijder kan je daar gewoon niet op spelen. Dus ja, dan zet ik hem er ook niet in. Japan misschien er toch in. En dan bijvoorbeeld, Singapore er niet op. Ik noem maar even wat, hè. Of China bijvoorbeeld, dat kan ook. Dat we China wegdoen. En Singapore erop. En dat is hem. Dat is de kalender. China dus niet op de kalender, Singapore er wel op. Jazeker, een aanpassing last minute gedaan. En dan nu even gewoon de rijder gaan aanpassen. Oftewel de race nummer, die moeten aan het einde gaan aanpassen naar nummer 1. Dat kan nu nog niet. Dat betekent nu ook de kleren, de helm en de... ja, alles eigenlijk. Alles gaan aanpassen van het team. En ja, dan moeten we nu gewoon... daarop gaan baseren, want de helm wordt de basis voor ons. We zitten gewoon even te kijken welke er mogelijk zijn en beschikbaar zijn. En hierop gaan wij de helm... hierop gaan wij de auto baseren. Nu zeg ik het goed, sorry. De auto wordt gewoon op de helm gebaseerd. En dat betekent ook de race pakken. Er komen ook veel updates aan. En eigenlijk vind ik het eigenlijk best wel welletjes. Eigenlijk de auto krijgen jullie te zien als de kwalificatie begint. En ja, dit duurt me eigenlijk allemaal veel te lang. Dus ik skip gewoon lekker door. Sorry daarvoor, maar het is tijd voor de kwalificatie. Voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie nummer 1 in de nieuwe auto met de nieuwe Renault motor. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Hoe gaat Max Verstappen het doen in zijn nieuwe auto? En wij dus als regerend wereldkampioen moeten onszelf dus weer laten zien dat wij het waard zijn om regerend wereldkampioen te zijn. En kijken of wij onze tweede titel dit seizoen weer kunnen gaan veiligstellen. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren, maar ik verwacht stevige concurrentie van de McLaren's. Onder andere, wie rijdt er eigenlijk voor McLaren? Weet ik zo niet. Dus vergeet dat laatst maar. Goed, paars in sector 2. Snelst van allemaal. Ocon rijdt voor McLaren, nu zie ik het. En dan komen we aan bij de laatste bocht daar ietsjes te wijd. Mick Schumacher laat een 1.29.4 noteren en wij noteren een 1.28.808. Snelste tijd in Q1, maar dan zijn we doorverwezen naar een P7 met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Latifi dus van team geswitcht van McLaren naar Williams. Sorry, naar Alpine. Excuses, naar Alpine. En daar zit Mick Schumacher, maar hij mag ons niet inhalen. We gaan hier goed de eerste bocht door. Pakken wat tijd goed.
daar een klein moment wielspin. Klein wielspin momentje heeft ons wat tijd gekost. Rood in sector 2. En dit is geen goede rondetijd met nog ongeveer 10 seconden op de klok. Pakken daar wat grind mee. En wij hebben geen tijdsverbetering. Dan rijden we op een 16e plek. Zijn we aanbeland bij Q2. Als ik dat goed zeg. En Perez wou daar even een aanval doen. Alleen wij hebben nog geen ronde gezet. Dus Perez gaat hier dit rondje voor ons verzieken. En wij gaan hier wijd. En dit betekent denk ik geen goede ronde voor ons. Kom aan bij het einde van mijn eerste run in Q2. En dan laten wij een 1.28.975 noteren. Een P14. En Perez doet daar opnieuw een poging. Maar ik wil niet dat hij ons voorbij gaat. De vlag hangt uit en gaan wij wijd in bocht nummer 1. Een P14 op dit moment. Niet goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. En dan zitten we aan het einde van mijn laatste run in Q2, als ik dat goed zeg. En dan wordt het een P13. Een 13e positie voor ons. Zijn niet door naar Q3. Dat is pijnlijk. Ja, en Max na P2 op ruim 16e van Charles Leclerc. Dus de Ferrari's zijn extreem snel begonnen in het nieuwe seizoen. Wij dus na P13. Jammer, het is wat het is. Op naar de race voor aflevering nummer 65 van het nieuwe seizoen. Race nummer 1 gaat beginnen. Daar gaan we dan. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round 1 of this year's Formula 1 World Championship. Formula 1 returns to the desert today and this exceptional 3.36-mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities and it could be a strategic race this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Alex Albon will lead us away from pole position, Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Sainz, Max Verstappen and Ocon, Perez, Russell, Fernando Alonso and Kevin Magnussen, Tictum, Latifi, The Professor and Gasly, Joe, Stroll, Teo Pourchaire and Robert Schwartzman, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Richard Vachon and Yuki Tsunoda. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Dan zijn wij inmiddels aanbeland bij de grid voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Starten dus op een P13 in de grote prijs. Met een Ferrari op pole position. En dus moeten wij ons zien terug te knokken in de grote prijs. Hopen misschien op punten. Er kan van alles gaan gebeuren. Misschien wel een podiumplek. Als er iets raars gaat gebeuren. Maar ik verwacht van niet. Alhoewel, je weet maar nooit. Extra brandstof meenemen. En soft hard is de strategie. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Bahrein. En dan komen we goed weg van de grid, jazeker. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. Remmen op temperatuur zien te krijgen, de banden op temperatuur zien te krijgen. En dan is het zometeen op naar de startprocedure van de grote prijs van Bahrein. En hier gaat het helaas
een beetje mis, tikken we daar de muur aan. Gelukkig is er geen schade tijdens de formatieronde, daar ben ik heel blij mee. Maar verliezen dus nu een aantal posities is geen probleem. We kunnen die gewoon weer terugpakken. En dat doen we ook hier gewoon. Even door rijders heen zagen en zelfs door rijders heen. En dan komen we goed in de gridslot terecht, jazeker. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste race van seizoen 5. Aflevering nummer 65 van F1 22. My Team Career Mode staat op het punt te beginnen. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Bahrein. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Komen prima weg. Heel goed weg. Latifi slecht weg. Daar aan de buitenkant van de Canadees. Slitgring pakken van Tictum. En hier laat remmen. Moeten daar een beetje op de curbzone. Tictum blokkeert zijn beide voorbanden. Moeten daar even actie ondernemen. De beide Mercedes zij aan zij. Hier drie wijd. En dat is gelukt. Dat is P8. Jazeker. Nu op naar Ocon. Die is ook al gezien. En nu door naar Sergio Perez. En die vallen we hier aan. Jazeker. En dat is P6. Jazeker. En intussen is het gele vlag. Gele vlag omdat daar iemand gaat uitvallen. Is dat Kevin Magnussen? Kevin Magnussen met een motorprobleem in Bahrein. Moet de wagen stoppen. Williams is hier niet blij mee. 15e per ronde zijn wij sneller dan Dan Tictum. En wij rijden trouwens op de zachte band. Dus moeten eerder naar binnen dan de jongens voor ons. En Norris rijdt al weg. Net als in Abu Dhabi vorig seizoen. Toen won Norris. Die reed toen ook hartstikke weg. Maar viel helaas uit, waardoor hij de leiding moest afstaan aan Perez. Hier is een herhaling van Kevin Magnussen. Schumacher en Stroll knokken daar nog hard voor positie. En hier is het dan gedaan met de Canadees. De wagen stopt ermee. Ik denk een motorisch probleem. Nee, het is geen motorisch probleem. Ik denk een versnellingsbak of een onderdeel van de motor. Want ik zie geen rook. Dus 0 punten voor Kevin Magnussen in het nieuwe seizoen. Oh, toch rook. Ik zie toch rook. Jazeker. De Mercedes-motor schijt ermee uit. En dit is een pijnlijk begin voor Williams. En ook voor Magnussen natuurlijk. Dan moet hem daar helaas staken. Jammer voor de Deen. Maar goed, er zit een ronde nummer 9 als wij naar binnen gaan voor onze late pitten van de dag. Ga naar de harde band en ga proberen om misschien een undercut te plegen op Sainz en Verstappen. Dat gat is groot, 8,7 seconden naar Norris al helemaal groot. Sorry, naar Latifi al helemaal groot. Ik heb trouwens geen idee wie de wedstrijd leidt. Latifi leidt de wedstrijd. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Ocon in ieder geval naar P6. 7,5. Goede pitstop. En waar komen wij terug? Verschoor trouwens in de Aston Martin. Keert ook weer terug. Goed om te zien. Maar wie leidt de wedstrijd? Ik heb echt geen flauw idee. Een nieuwe strategie is beschikbaar. Vind ik gek, want we komen net naar binnen voor onze late pitstop. Een foutje denk ik van de ingenieur. Maar goed, rijden op P14, niet in de punten. Ga dus proberen om dat gat naar Verstappen en Co. te verkleinen. En moeten dat ook gaan doen. De banden zijn nog extreem koud. Zitten we in ronde nummer 14 van de race. Als heel veel jongens naar binnen zijn gedoken en Russell komt daar uit de pitstraat. Komen wij voor of achter de Brit terecht. Remmen laat naar bocht nummer 1. En we komen voor Russell weer de baan op. Met banden die op temperatuur zijn. Russell moet nog werken aan die banden. En heeft al gelijk Dan Tictum achter zich. Omdat Lewis Hamilton ermee is gestopt. Zitten op de helft. Ronde nummer 14. En daar is Ocon gezien. Voor P8. Nu doorrijden naar Sergio Perez die het daar lastig heeft. En kunnen de overtakeknop gaan gebruiken en DRS. En remmen er als het ware naartoe omdat Perez nog op die koude banden rijdt. En hier een betere tractie. Overtakeknop aangooien. Noteren groene sector 1. En daar aan de binnenkant van Perez, jazeker, en dat is P7. Dit gaat wellicht wel voor een podiumplek. En Verstappen rijdt op P5. Is ook al naar binnen gedoken en kwam voor ons weer de baan op. Yuki Tsunoda moet nog naar binnen.
En daar de leiders zijn ook naar binnen. Leclerc. En ik heb echt geen idee wie de andere McLaren is. Ik heb echt geen idee wie dat is. Maar goed, we zitten in ronde nummer 21. Als Ocon achter ons rijdt, dat is de andere McLaren. Gat is 1.3. Als het daar geel is. Geel. Het is gele vlag. Ocon is hem kwijtgeraakt in die chicane. Ik denk, een moment onderstuur staat daar stil. En dat betekent gele vlag. Een hele lange gele vlag. En wat doet de FIA? Wat doet de race director? En die knalt er even een safety car eruit. De safety car opgeroepen omdat Ocon daar stil stond, rijdt nu weer verder. Dus eigenlijk is dit, ja, wat is het? Ik zou dit niet echt een safety car hebben gedaan, meer een VSC. En Ocon heeft een moment onderstuur, komt daar op die curbstone terecht, is de auto kwijt, moet hier heel lang stil gaan staan. Kan eigenlijk nu gewoon weer verder, alleen dat doet hij niet. En staat hier stil. Hij kan gewoon via de buitenkant, buiten die curbstone kan hij gewoon weer de baan opkomen. Maar dat doet hij niet. Hij staat hier stil, totdat iedereen er voorbij is. En dat betekent hele lange gele vlag. Wat betekent een safety car, omdat er gevaar op de baan is. Een voordeel voor ons. Pech voor Verstappen. Pech voor Leclerc. En Latifi. Sorry, dit is geen Latifi. Excuses. Wie leidt de wedstrijd? Ik heb echt geen flauw idee wie dat is. Safety car naar binnen in deze ronde. Gaan kijken bij Verstappen. Moeten voor een podium. Plek gaan knokken met nog 5 rondes te gaan. Albon leidt de race. Alexander Albon. Oké, mooi, weet ik dat. En nu is het gaan. Zitten bij Verstappen te kijken. Maar zijn niet wakker. Verstappen heeft een betere exit. Heeft ook slipstream van Sainz. En daar zit Perez misschien te kijken voor P5. Wij gaan verdedigen. Want de Mexicaan is er voorbij, maar remmen hier heel laat en pakken ook gelijk Carlos Sainz. Sainz moet daar even oppassen en dat is P3. Een podium in handen. En nu is het verdedigen van Verstappen. In ronde nummer 25 nog 4 rondes te gaan en Max zit te kijken. Wij gaan die binnenkant verdedigen en Max kan er niet voorbij. En Leclerc gaat naar Albon toe rijden voor de race-overwinning. Wij moeten die twee uit onze hoofd zien te vergeten. Waarom? We zijn niet snel genoeg. Ronde nummer 27, als het gat naar Albon 3.8 is en hebben daar een flink moment overstuur op de exit. En dat ziet Max. Zit te kijken naar de buitenkant, raken elkaar daar meerdere keren. En remmen hier weer naar Verstappen toe, jazeker. En duwen Max daar gewoon wijd, hebben DRS. En Albon noteert een 1.30.668. Wij noteren een 1.32.987. Max zit te kijken in ronde nummer 28. Nog 2 rondes te gaan. En Leclerc kan nog altijd die race gaan winnen. Of Albon moet alles onder controle hebben. En dan gaat de Britse taai hier voor het eerst een race winnen in My Team Career Mode. 5 seizoenen lang moeten wachten op een overwinning. En toch gaat hij het flikken voor McLaren. Stappen kan hier niet voorbij. Zit in de laatste ronde van de race. Ronde nummer 29. Albon gaat de race winnen. Leclerc komt tekort. Maar Max kan hier nog aanvallen voor P3. Daar zit hij te komen voor een aanval. Maar gaat daar wijd. Had daar een moment. En moet die podiumplek laten gaan. We stappen niet naar het podium. Alles of niets poging is mislukt. Albon wint de race. Leclerc pakt de snelste race ronde punt af van Albon. Wij gaan hier een podiumplek pakken. In de eerste race van het nieuwe seizoen, goed gedaan. Seizoen goed begonnen. En is het op naar de volgende wedstrijd. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Bahrain. And a real champion's drive to take the win. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. As the wind
winners make their way up to the podium, one can only imagine the celebrations that will take place at McLaren tonight. Congratulations to everyone on the team securing the win and proving they're a force to be reckoned with out on the track. Goed, hier benoemd dus de uitslag van de wedstrijd. Alexander Albon wint de grote prijs van Bahrein. Charles Leclerc naar P2 pakt ook het racepunt. Wij dus van P13 naar het podium. Goed gedaan. Verstappen naar P4, Perez 5, Sainz 6, Norris 7, Russell 8, Dan Ticktum P9 en Schumacher op P10. Eén uitvaller, Kevin Magnussen. Wij dus derde in het coureursklassement en staan gelijk met Ferrari, P2. En niet zoveel daarachter. McLaren op 2 punten. Dus ik denk dat dit een driemansgevecht wordt voor de constructeurstitel. Heel vet om te zien, maar wij moeten echt stappen gaan maken om misschien nog die wereldtitel te kunnen verdedigen. Sorry van daarnet, ik weet niet wat er gebeurde. Maar goed, ja, hebben helaas geen sponsor het doel dus behaald. En wij hebben 3k schade gereden. Dat is jammer. In totaal op de bank $33,85 miljoen. Dus ja, kunnen daar wat mee, zoals faciliteiten weer gaan bestellen. En misschien het contract van Max gaan openbreken na 8 races. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creamed content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook dat belletje aan, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een video online heb gezet. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!